Ik werk te hard. Waarom doe ik dat? Ik heb helaas altijd wel te hard gewerkt, heb ik het idee. Dat het hard werken ook een copingmechanisme is om met iets anders om te gaan. Dus, stel je voor dat alles uh, koek en ei is verlopen, dat dan, hè, dan had ik niet zo'n sterk copingmechanisme ontwikkeld om hard te werken. Maar dat je misschien wel heftige dingen hebt meegemaakt. en dat je dan zelf hard werken als een mechanisme inzet. op het moment uh, om dus via een andere route wel je waardering te krijgen, of over jezelf of van een ander. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou voorzien van waardevolle informatie en tips van achter de spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huisarts in SP en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen en die luidde als volgt: Ik werk te hard. Waarom doe ik dat? Nou, kort maar krachtig. Ja, ik vind Zeker. het een goede vraag. Zeker. Ik werk jij wel eens te hard. Ik heb helaas altijd wel te hard gewerkt, heb ik het idee. Ja? Ja. Echt, uh, het lijkt wel een beetje alsof je in het ziekenhuis, dat is, dat, dat de standaard is. Mm -hmm. Zeg maar, ik kan mij niet veel dagen. Zeg maar, ik, ben, ik ben altijd jaloers geweest op mensen die zeiden van, nou, ik zit gewoon op kantoor. En dan zit ik gewoon video's te kijken. En uh, ja, het is gewoon, we hebben geen deadlines, dus het is gewoon lekker relax op kantoor. En dan wacht ik tot vijf uur en om vijf uur ben ik weg. Ja, en een nou, beetje het ambtenarenleven. Of een beetje de precies. opvatting die men heeft over het ambtenarenleven. Precies, dat ik altijd dacht van, wow. Het lijkt mij zo relax. Gewoon dat je denkt van... nou, het is bijna vijf uur jongens... en vijf voor vijf doe je je jas al aan. Ik dacht van nou, top. Ja. Dat uh, heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt in het ziekenhuis. Want hoe zat dat bij jou dan? Nou, ik denk... Uh, ja, eigenlijk nooit. <laughs> het was nooit zo. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld in de huisartspraktijk merkte je toch wel... Echt, het was uitzonderlijk dat je echt om vijf uur weg kon. Um, want je moest altijd nog administratie doen. En ik hoop echt dat dat in de toekomst verandert met AI. Dat je dat gewoon kunt opnemen. Dat, dat AI automatisch jouw aantekeningen maakt. Want het slaat nergens op hoe lang dat duurt. Volgens mij ja. waren er ook enquêtes dat huisartsen 40 tot 60 procent van hun tijd bezig zijn met administratie. Zoveel. Ja, en 30 tot 40 procent. Terwijl je dag al helemaal bomvol zit, ook met patiënten, toch? Ja, precies. Precies. En daarom is het. Daarom klagen heel veel huisartsen natuurlijk over de werkdruk en dat geheel terecht. Maar um, ja, en op de spoed, spoedeisende de hulp was het ook altijd rammen, rammen, rammen. En ik herinner me nog dat ik echt, dat, dan werkte ik van acht tot vier volgens mij. Ja. En ik ging elke dag om vijf in huis. En dan uh, werkte je standaard een uur over, soms anderhalf. Want als je dan een patiënt zag en een patiënt duurde, volgens mij doorlooptijd is ongeveer 90, tot, uh, 90 minuten tot twee uur. En dan liep je gewoon rustig weer een uur of anderhalf uit. Omdat je niet de avonddienst wilde belasten. of de ochtenddienst daarna. En dan ging je toch maar een patiënt zien. Dus... En, en werd dat dan van je verwacht? Want. Of, of is dat ook iets waar je een eigen aandeel aan, aan hebt? Nee, het werd echt verwacht. Want inderdaad, je zou... Je, want want jij, je, jij bent natuurlijk een heel hartstikke goede psycholoog. Je had gelijk zoiets van, is dat je pleasende kant? Is dat je, ja, je, is... je goede kant? Dat je denkt van, hé, hey, ik mag die mensen niet laten zitten. Ik mag mijn collega's niet belasten. Ja, want zo klonk het wel. Dat, dat hoorde ik een beetje doorklinken van, hé, hey, ik zie die patiënt wel. Want ik wil niet de avonddiensters daarmee belasten. Precies. Dus dan klinkt het alsof je daar wel ergens een keuzemoment hebt. Yeah. Waarbij misschien de verwachting wel is van hé, hey, jij maakt het af. Ja, precies. En, en de arts heeft ook heel vaak, heel veel artsen, althans hebben het idee van de patiënt heeft mij nodig. Maar dat is natuurlijk onzin. De patiënt heeft gewoon hulp nodig. En of jij dat biedt of een ander, ja. dat doet er eigenlijk niet toe. En de kwaliteit van artsen, daar mag je wel van uitgaan dat die gewoon gemiddeld gewoon hartstikke goed is. Dus het maakt helemaal niet uit of jij er bent of iemand anders. Je kan het gerust je collega, collega laten doen. Maar op de spoed, het was in, in een perifere ziekenhuis en het was zo druk. Het was altijd chaos, onderbezetting, je kent het wel. Dus ja, je, als je het overliet aan de avonddienst, dan had hij ineens drie patiënten om mee te beginnen. Dus dat kon heel vaak niet. Dus ja. Ik heb er ook een keertje een fikse discussie over gehad. Omdat ik een afspraak had. En ik zoiets had van hé, hey, ik moet nog twintig minuten. dan is mijn dienst klaar. Ik ga nu niet 90 minuten of twee uur een patiënt zien. Die even binnenkomt met, uh, met, met die ernstige trouwens. Ja. Ja. Dus ik had zoiets van, hé, hey, de avonddienst is er al. Laat hem dat afmaken. Ik help wel, maar laat hem het afmaken. En dat was een hele discussie. En dat laat ook al zien dat als je als supervisor zo'n discussie aangaat met een werknemer die nog een kwartiertje tot twintig minuten heeft en denkt van hé, hey, ik kan vandaag niet anderhalf uur overwerken, als dat gezien wordt als zoiets ernstigs, dan laat dat ook wel wat doorschemeren over hoe het eraan toe gaat in het ziekenhuis. En ja, dus de verwachtingen zijn eigenlijk heel hoog ja. um, van je. En als je zegt van hé, hey, ik heb een afspraak en ik, ik kan deze patiënt niet afmaken en er is al iemand in huis. Die straks nog de hele avond moet werken, dan ja. komt het over alsof jij de kantjes ervan afloopt in de ogen van de supervisor. Nou, sterker nog, uh, ik, ik kan vandaag niet een uur tot anderhalf uur overwerken. Dus ik werk tot vier, maar ik kan gewoon niet tot half zes hier zitten als ja. ik deze patiënt zie. En het was volgens mij ook een herseninfarct. Dus dat, is sowieso, dat duurt sowieso 90 minuten minimaal totdat ja. je alles geregeld hebt. En ik had zoiets van, ik zie die patiënt wel, ik doe het verhaal wel, ik doe lichamelijk onderzoek, maar hij moet de rest doen. Hij moet de scans aanvragen, hij moet de neuroloog bellen, dit en dit en dit. Ja, ja, nee, dat kon helemaal niet, dit en dat. En toen dacht ik van, ja jongens, dit, is echt, uh, dit gaat echt te ver. Terwijl die, die, die avonddienst had geen patiënten. Dat was het allerergste en daarom werd ik boos. En ik denk ook uh, voor de luisteraars, als jij het ergens niet mee eens bent, uit je daarover. Want ik denk dat bijna iedereen zou denken van, nou, dan doe ik het maar en dan laat ik mijn afspraak maar, uh, ja, laat ik die maar lopen. En denk je dat het dan ook uitmaakt per supervisor? Dus inderdaad, nu ben je de discussie aangegaan. En het klinkt wel alsof dat iets uitzonderlijks is. Maar ja. zeker als je consequent je grenzen aangeeft, denk je dat, dat, dat er dan een leereffect zou plaatsvinden bij de supervisor of bij sommige supervisoren? Het wordt niet echt gewaardeerd. Het is een beetje het... een ongeschreven regel of zo, op een of andere manier. Want ja. als jij je zeg maar telkens gaat uiten, en ik had daar wel een handje van om, om zeg maar echt te uiten wat ik ervan vond, om telkens elke dag. En het is niet één keertje. Ik vind het hartstikke goed om over te werken. Zeker nog, ik heb het altijd gedaan. Maar soms heb je gewoon een afspraak en dan kan je niet 90 minuten langer blijven. Ja, nee, dat dat snap vind ik. ik zeg maar niet oké. Okay. Ja. Ik vind een half uur overwerk vond... hartstikke normaal, ja. of een uur. Maar als ik een afspraak heb, dan moet ik gewoon weg. En als je je daarover uit, dan wordt dat niet echt... Ja... Het, het ligt een beetje... Ik denk zelf dat dat voornamelijk op de spoedeisende hulp is... Waar management er een potje van maakt. En daar weet je natuurlijk ook wel wat van. <laughs> omdat jullie afdeling ook failliet is gaan door management. Um, maar ik denk dat het afhankelijk is van de afdeling. Want er zijn ook echt wel afdelingen waar, gewoon je, waar je normaal kunt aangeven. van hé, hey, ik kan niet overwerken, ik moet weg, dit en dat, bla die bla. Maar uh, daar was dat niet zo. Dus uh, ik, ik heb altijd heel erg hard gewerkt om terug te komen op het onderwerp. voordat ik dat in het ziekenhuis helemaal. Uh, Zwart maakt. Ze hebben ook goede dingen. Absoluut. En uh, ja, ik denk dat dat hard werken, dat is als arts, dat is eerder een. Uh, ja, wat me ook binnenkomt is: ik heb uh, vriendinnen die dan uh, gynaecoloog zijn in uh, opleiding. En mm -hmm. als je dan een bevalling begint, dan ja. moet je ook de bevalling afmaken. En ik denk als je zwanger bent en je bevalt, nou, dan is het super fijn dat degene met wie de bevalling begint, dus die je ook afmaakt zeker omdat je niet uh, elke dag bevalt. Ja. Uh, maar voor die gynaecoloog moet dat ook ontzettend intensief zijn, want een bevalling duurt geen dat is veel langer dan 90 minuten neem ik aan. Ligt eraan. Uh, Sommigen die, die die vloepen eruit om dat even zo te zeggen. Ik heb echt babytjes echt uh, binnen. Daar werd ik gepiept en dan kwam ik aan en dan stak mijn handen uit en dan vloepen ze er gewoon in één keer uit. En de andere ja, dat daar moet veel meer bij gebeuren. Daar gaat wat moeizamer of complicaties en dan is het ander verhaal. Dus ja. ja, het is maar net ook een beetje pech hebben, hè? Je hebt ook wel eens dat je overwerkt. en dat die patiënt uh, niet over kan naar een ander ziekenhuis. omdat het vol zit. En dan moet je tien ziekenhuizen gaan afbellen. Ja, dat, dat heb je ook niet in 90 minuten. Ik heb volgens mij het langste was dat ik 2,5 of drie uur heb overgewerkt. Och, jeetje. Dus, uh, nee, dus terugkomt op de vraag of ik hard heb gewerkt. Ik heb zeker heel hard gewerkt in het ziekenhuis. Ja. Te hard, denk ik soms. En als ze dan eens onderliggend gaan kijken. is dat, denk je, puur de situatie? Sta je. Want. Je hebt dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis, werd van je verwacht om hard te werken. In de huisartsenpraktijk ook, maar dat was iets meer gekaderd als ik je zo hoor. Ja, huisarts was echt uh, top. En als ja. je dan, um, stel je voor je zou jou in een hele andere context zetten, zou je dan ook hard gaan werken? Of zit is is er ook een stukje van jou bij? Of is het alleen ik, de omgeving? Ik denk dat je überhaupt arts wordt als er een stukje in je zit van, hé, hey, ik moet mensen helpen. Mhm. Mm wat mij heel erg opviel was bij de studie geneeskunde, dat er verschillende soorten, type mensen waren. Maar bijna iedereen in de zorg is eigenlijk een soort van, pleaser klinkt negatief, maar je wilt zeg maar, mensen helpen. Ja. Je, je zet de ander zeg maar, als prioriteit en je wilt een ander van bepaald lijden verlossen. Dat is eigenlijk waarom je arts wordt. Ja. Je, wordt, je wordt niet arts voor het salaris, want dat is al verleden tijd. Dat is volgens mij al, uh, dat was vroeger, maar dat is nu absoluut niet zo. Je wordt arts niet voor ja, sommige mensen doen het voor het aanzien. Dat vinden ze ook geweldig. Ja. Dat je gewoon als arts de arts bent. Maar ja, goed, in het ziekenhuis ben je, ben, je, ja, ben je een van de zoveel. Dus dan is dat aanzien ook weg. Dus daar doe je het ook niet voor. Dus ben je naar de buitenwereld of naar je familie? Of, uh, Precies, maar zelfs, buren. Dat, zelfs dat maakt niet uit. Laten we eerlijk zijn. Als iemand zegt ik ben huisarts, dan. dan ik heb wel eens opmerking gehad van: Oh, dan heb je net zes jaar je studie gehad. Ik denk: Pardon, ik ben al twaalf jaar bezig of elf jaar bezig. En dan word ik gezien als iemand die net zijn studie af heeft. Dus, dus zelfs dat, daar ja. doe je het ook niet voor. En um, ja, ik denk dat je echt arts wordt om mensen te helpen. En ik denk: als ik, arts niet was, als ik geen arts was geworden, dan was ik iets anders geworden waar ik mensen kon helpen in een kwetsbare ja. situatie. En ik denk dat dat stamt uit mijn verleden, uit mijn jeugd, die, die ook aardig traumatisch was. Um, dat ik dat een beetje probeer, altijd heb geprobeerd, zeg maar wat mij is aangedaan, dat mm -hmm. wil ik bij anderen voorkomen. Ja. En dat is denk ik de reden geweest dat ik arts wilde worden. En dat, ik weet het toevallig bij jou ook, dat jij ook in een kwetsbare situatie zat en dat je dacht van hé, hey, ik wil andere mensen voorkomen. Ik wil voorkomen dat andere mensen in deze situatie zitten. En als ze in die situatie zitten, dan wil ik ze helpen. Ja, precies. Ja, ik, her ik herken dat ook zeker. Dus in die zin dat het hard werken ook een copingmechanisme is om met iets anders om te gaan. Dus zeg je voor dat alles uh, koek en ei is verlopen, dat dan, hè, dan had ik niet zo'n sterk copingmechanisme ontwikkeld om hard te werken. Ja, precies. En ja, ik denk ook dat dat heel veel verschillende oorzaken kan hebben. En um, ja, wat misschien ook wel leuk is om te weten over hard werken, is het kan eigenlijk, het is in mijn beleving, en ook met de cliënten die ik zelf heb gezien. Kan het ook een beetje twee verschillende oorzaken hebben of twee verschillende clusters? Hm. Dus aan de ene kant heb je de harde werkers en dat stamt dan echt af van uh, vroeger. Dus stel je voor dat je als kind stel je voor je uh, behaalde voor je citotoets een hoger score Of je kwam met je rapport thuis en ik weet niet of ze toen cijfers gaven of dat het letters waren. Weet hm. je dat nog? Met citotoets? Uh, nee, gewoon je rapport uh, van Oh, de dat zijn cijfers, Ja. Oh ja, zeker nou, voor dat je dan thuis komt en je hebt dan een cijfer uh, uh, en je krijgt een acht of zo en dan denk je uit van oh ik ben zo trots op je dat je een acht hebt gehaald, supergoed en uh, nou we gaan, uh, we gaan je tracteren trakteren of zo en je kan lekker uh, snoep halen of weet ik veel en wat. En de McDonald's. Ja, <laughs> zoiets. Mag je een happy meal? Ja. Ja en dan leer je dus eigenlijk onbewust van hey op het moment dat ik meer presteer of dat ik hoger presteer. Dan, um, dan draagt dat iets bij aan de waardering of de aandacht of de liefde eigenlijk die je krijgt van je ouders. Ja. Dus ik zeg maar, nou ja, je ouders. Nou, voor de meeste mensen, laten we even voor, de, voor het gemak ervan uitgaan dat je ouders altijd van je houden, maar dat ze dat dan extra laten zien op het moment dat jij iets presteert op school of academisch gebied. Ja. En dat kan dan onbewust, kan dat een trigger zijn of een, eigenlijk een patroon worden. Van hé, als ik maar hard genoeg werk of als ik hard presteer, dan mag ik er zijn. Ja, precies. Dus eigenlijk een, een dopaminerg reactie, dus een beloningsreactie. Ja. Dus ik word gezien, ik krijg een beloning zodra ik dit behaal. Op, 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 uh, ja, op, eigenlijk op carrièregebied of uh, op prestatiegebied. Ja, zeker. En ik hoor je dopaminerg zeggen en we hebben een heel mooi breintje nou, voor ons liggen. Ja. En wat dus leuk is, ik moet heel veel kijken qua positionering naar uh, die camera. Daar moet ik nog een beetje aan uh, wennen. Yeah. Maar als je dit het brein hebt, wat dan heel leuk is eigenlijk, is dat je hier, in, nou dit is de hersenstam en dit is het emotionele brein. En je hebt dan hier eigenlijk allemaal uh, kleine gebieden, echt diep in je brein. Echt diep in je emotionele brein en je kinderlijke brein. Mm -hmm. En daar ontstaan eigenlijk die dopaminerge pathways. Om het zo maar te zeggen. Baden, yeah. Dus um, het wordt volgens mij ontwikkeld, als ik me goed herinner, in de substantia nigra. Dat mm -hmm. is helemaal waar dat dopamine op begint. Mm -hmm. En dan loopt het eigenlijk een hele route af, onder andere door de basale ganglia. Dat, dat zit dan hierachter eigenlijk in het midden. Dus ja, ik kan hem uit elkaar halen, maar laten we voor het gemak even zeggen: yeah. <laughs> helemaal daarachter in het midden. En dat emotionele brein, dat heeft dus hele sterke connecties met je prefrontale cortex. Okay. En je prefrontale cortex, dat is het stukje wat ons echt mens-mens maakt. Dus daarin zit ook ons beslissingsvermogen, onze planning, onze redenatie, hoe we ons verhouden ten opzichte van de omgeving. Mm -hmm. Even kijken, is het een beetje zichtbaar voor de kijkers? Ja, ja ik doe ja. echt mijn best. <laughs> ja. en, um, en hier zitten dus eigenlijk hele sterke pathways. En het leuke is, dat zijn dus ook dezelfde pathways die betrokken zijn um, op het moment dat je bijvoorbeeld verslaving hebt. Dus oh. bijvoorbeeld um, bij verslaving, dan zijn die dopamineerge pathways die in dat emotionele brein, die geven een soort van een craving. Echt van, van oh, ik moet die drugs hebben. Weet je dat idee? Mm -hmm. En nou, de, je prefrontale cortex die bepaalt dan eigenlijk van, hé, hey, is dat nou een goed idee of niet? Dus ja. die heeft meer zoiets van, oh ja, lijkt me wel leuk, want hebben wist je nog de vorige keer. Maar dat emotionele brein, dat wil dat berg steeds echt die cravings. Ja. En um, eigenlijk met liefde en aandacht, dan is natuurlijk het dopamineerge pathway ook betrokken. dus je wilt gewoon eigenlijk heel ga. Het is gewoon heel belonend om liefde, aandacht, uh, fysieke aanraking en dergelijke te krijgen. Ja, een en idee. een van de pathways die dan betrokken is, dat is het dopaminerge pathway. Okay. Dus dat is denk ik sowieso wel heel leuk om. Um, nou, niet heel leuk. Meer gewoon heel goed om in je achterhoofd te houden dat dat gewoon heel relevant is. Ja. En dat de manier, als, op het moment dat je dus um, als ouder. Um, meer liefde en de aandacht geeft aan je kind als, er, als ze iets presteren. Dan maakt je brein dus eigenlijk wel een associatie van hé, hey, als ik hard werk, dan doe ik er toe. Want ja. als je niet hard werkt, ja, je ouders hebben ook uh, drukke levens en drukke levens gehad, die hebben ook stress, die moeten ook brood op de plank krijgen. Uh, die hebben misschien meerdere kinderen waar ze hun aandacht over moeten verdelen, familieleden, vrienden nou, dat zijn ook. Um... Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Mensen die balletjes hoog moeten houden. Ja, precies. Dus dan kan het misschien bij... Als er gewoon geen aanleiding voor is... kan het soms een beetje er mogelijk bij inschieten. Ja, super interessant inderdaad. Dus inderdaad, als een beloning. En voor de mensen die geen beeld hebben... en luisteren naar deze podcast... dus inderdaad, die substantia nigra... waar die, die dopamine wordt gecreëerd... dat zijn eigenlijk de pitjes van de appel. Ja. Dus het zit echt diep in de kern. Ja, zeker. En als arts hadden we dat alleen bij Parkinson deden ja. we er iets mee dus ik ken substantia nigra alleen van de Parkinson het zijn dus, dus bij Parkinson neemt die substantia nigra die degenereert als het ware Klopt. waardoor te weinig dopamine wordt gecreëerd en mensen dus naast emotioneel tekortkoming krijgen maar ook motorische tekortkoming krijgen dus dat brein is zo complex dat zelfs die dopamine ook invloed heeft op hoe jij loopt en daarom krijgen die mensen bijvoorbeeld opstartproblemen met lopen. Of lopen ze, hmm. zeg maar, als, als ja, ze kleine stapjes. En super interessant. En dan geven die mensen levodopa. Dus eigenlijk neppe dopamine, om het even zo te noemen. Of kunstmatige dopamine. En dan kunnen ze weer wat beter lopen. Ja, dat is en, inderdaad heel interessant. En wij denken ook altijd bij dopamine als een heel. Um, nou, een gelukshormoon zou je bijna kunnen zeggen. Maar eigenlijk, je hebt dus ook twee typen dopamine receptoren. En dan de ene receptor, die is iets meer. Verantwoordelijk voor dat um, craving-circuit, dus echt die motivationele beloning. Mm -hmm. En de andere is ook meer betrokken bij motivatie om te bewegen. Dus als je eigenlijk een intentie zet om te bewegen. Dus wat je ook ziet bij mensen met Parkinson, eigenlijk de initiatief om te gaan bewegen. Mm -hmm. dat dat vooral heel erg lastig is. Terwijl als iemand al loopt, dan kan hij wel verder lopen. Ja, precies. Echt die opstart. Ja, een beetje de, de olie die je nodig hebt om op te starten. Ja. Nou, toevallig in mijn auto. Als ik hem stil laat staan, dan hoor ik hem een beetje piepen. Maar als hij eenmaal loopt, dan is hij warm en dan piept hij niet. Dus, uh... Maar goed, we zijn ondertussen een neuroscience podcast geworden. Terug naar... De, uh... Te hard werken. Dus de oorzaak inderdaad kan beloning zijn. Ja. En een andere oorzaak? Oorzaak is onderdeel van het systeem. Dus eigenlijk ah, ja. de oorzaak zou je dan eigenlijk meer kijken in de... Op, allebei is wel de opvoeding... maar eigenlijk dat je dus een directe beloning krijgt... door meer aandachtliefde of ja. uh, uh, aandachtliefde te krijgen... op het moment dat je iets presteert. Precies, ja. Maar je hebt ook een hele andere groep... Uh, waarbij je eigenlijk de, de, de aandacht en de liefde... niet direct correleert aan de prestaties... maar dat mm -hmm. je misschien wel heftige dingen hebt meegemaakt... en dat je dan zelf hard werken als een mechanisme inzet... Op het moment uh, om dus via een andere route wel je waardering te krijgen. Of over jezelf of van een ander. Dus dat dat eigenlijk misschien dat je ouders daar wat ongevoeliger voor waren. En dat je het niet direct van je ouders hebt meegekregen. Dat je ouders dus niet uh, direct aangaf als je een, uh, een cijfer had. Van nou geweldig. En uh, we gaan snoepen naar de McDonald's. En uh, happy meals halen. Mm -hmm. um, maar dat je dat eigenlijk gaandeweg in je leven. Dat je zelf erachter bent gekomen. Van hé. Hey, zo krijg ik wel een goed gevoel over mezelf, eigenlijk on, onafhankelijk van hoe je ouders hebben gereageerd. Ja. En er zit natuurlijk wel het overlap tussen die twee. Ja. Um, maar het is wel een beetje van, hé, hey, is, 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 is het meer direct of is het indirect? Zo zou je het kunnen zien. Ja, precies. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je uit bepaalde trauma's ook een bepaalde kerngedachte of kerngeloof creëert. Dat had ik althans, uh, in een notendop uh, in mijn verleden heel veel gediscrimineerd geweest gevolgen daarvan uit huis genomen, onterecht, een paar weken van mijn ouders. Daarna weer thuisgezet. Dit is een heel lang verhaal, we kunnen een heel podcast aanwijden, maar dat doen we nu eventjes niet. Voor de andere podcast is dat denk ik meer. Ja. En toen creëerde ik eigenlijk een kernovertuiging van ik doe er niet toe. Ik ben niet genoeg, ik ben niet geaccepteerd, mensen mogen me niet. Um, een beetje de, de abandoned child. Een ja. beetje de, de buitengesloten, uitgestoten, van de, van de maatschappij uitgestoten kind. En dat puur omdat mijn achtergrond niet Nederlands was. Terwijl ik lijk Nederlands, ik ben blond, ik heb blauwe ogen, yeah. ik, ik heet Chris. Nou, hoe Nederlandser wil je het maken? Maar mijn achtergrond was niet Nederlands en als je dan opgroeit in een boerendorp, dan, uh, dan word je daar flink op afge, afge, ja, af, afgewezen. Dus haken, kruisen, mishandeling, uh, discriminatie van ouders op jonge leeftijd, allemaal dat soort heftige dingen. En door die kerngedachte, dat is althans door, we hebben het we hebben ook een kerntraject bedacht waarin we dus inderdaad kijken naar het verleden en vanuit daar klachten aanpakken. Dat heb ik, hebben we ook bij mij gedaan, natuurlijk. Ontzettend waardevol, ontzettend krachtig. We kwamen we dus achter dat mijn kernovertuiging was dat ik er dus niet toe doe. Dat ik het idee heb dat ik niet voldoende ben voor de maatschappij. Dat mensen mij niet mogen, dat ik niet voldoende ben, et cetera, et cetera. En dat ik eigenlijk mezelf altijd wil valideren. Mijn aanwezigheid, ja. mijn existentie wil valideren. Dus eigenlijk wil. Wil, wil goed maken van hé, hey, ik ben er. Ik ben op deze aarde. Is en ik moet, ik moet helpen. Ik moet dingen doen, want anders ben ik niks waard. En dat uiten bij mij zich in keihard werken. In arts worden. Het moet altijd perfect. Het moet altijd goed zijn. Um, uh, ja, gewoon telkens het maximale eruit halen. En ik denk dat in arts zijn ook een beetje um, de. de, 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 de de titel natuurlijk van arts zijn, dat zorgt er ook voor dat je automatisch ook validatie krijgt. Je hebt de waarde, je doet ertoe. Maar anderzijds had ik ook heel erg van wat mij is aangedaan, dat wil ik niemand toewensen. Ik wil mensen beschermen van hetgeen wat mij is overkomen. En daarom wil ik juist heel graag mensen helpen. En dat is ook mijn obsessie geworden van, hé, hey, ik moet mensen helpen. Mm. Want ik heb natuurlijk ook de gevolgen daarvan heb ik ook moeten meemaken. En dat wil ik mensen niet aandoen. En dat is onder andere ook een van de redenen dat we deze podcast zijn gestart. Dat er heel veel mensen thuis zitten die soortgelijke ellende meemaken. En dat maakt niet uit of je gediscrimineerd, mishandeld of, 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 of wat voor trauma's je ook hebt meegemaakt. Maar ik wil dat, dat, dat lijden, wil ik ze besparen of voorkomen. En daarom ben ik er zo obsessief mee bezig. Dus dat is ook een mogelijke oorzaak van hard werken. Dat je bepaalde trauma's hebt. Meegemaakt, daardoor een soort van kernovertuiging hebt en te gevolg van die kernovertuiging keihard gaat werken om jezelf te valideren. En ja, drie keer raden wat dan kan gebeuren natuurlijk als gevolg. Je kan in een burn-out schieten, je kan mentaal uitgeput raken. Uh, ik heb, ik heb long-covid gekregen, waardoor ik echt heel lang uh, niet heb kunnen werken of niet werk. En ja, dat zijn dus allemaal wel dingen die denk ik wel echt met je verleden ook te maken hebben. Ja, wat mooi en wat kwetsbaar dat je dat deelt. Ja. Wel een, echt in een notendopje. Ja, nee, maar, maar echt heel mooi en knap hoe je dat uitlegt. Dus echt uh, ja. heel knap. Nou, dankjewel. En ik denk dat, dat mogelijk ook mensen thuis waarschijnlijk dat ze ook wel zullen herkennen die keihard werken. Dat dat toch of inderdaad die beloning is van je uh, van omgeving, ja. dat je daar op zoek bent. Of dat er toch dingen zijn gebeurd waardoor jouw kernovertuiging. Uh, dat, je die, uh, dat je dat moet compenseren door keihard te werken. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat je dus als kind je heel erg verstoten hebt gevoeld... Mm -hmm. en ook verstoten werd van de maatschappij. En dat doordat je zo als buitenstaande werd neergezet... en zo nou ja, er niet bij hoorde... en eigenlijk ook dat, 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 dat je allemaal dingen zijn aangedaan... Dat, 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 dat verleden, dat heb je dus met je meegenomen... dat heeft een kernovertuiging gecreëerd van... hé, hey, ik doe er niet toe. Mm -hmm. En omdat met die kernovertuiging... die geeft dus voor jou echt een enorm brandend vuur... Ja. Om dus eigenlijk uh, te bewijzen aan de hele wereld van hé, hey, ik heb wel bestaansrecht, ik doe er wel toe. En dat doe je ja. dus door heel hard te werken, door een artsentitel te krijgen. En ook indirect dat je dan denkt zo van hé, hey, ik wil ook andere mensen helpen. Dus ja. het is ook echt een vuur om te zorgen van hé, hey, ik zorg dat andere mensen dit um, niet meemaken. Of dat als ze nare dingen meemaken, ongeacht van hè, de ernst. Of ja. Dus ik ja, wil ja, zorgen dat die zich wel goed voelen. En, en, en dan, die, dat ze het begrijpen eigenlijk ook vooral, hè? Ja, en terugkomend inderdaad op het overwerken. Heel vaak heb ik ook flink overgewerkt uren. Uur tot anderhalf, at least, soms. Bij mensen waarvan ik echt dacht van... hé, hey, ik voel jou. Ik, ik voel wat je hebt doorgemaakt. Ik wil voor jou nu strijden. En dat kan ook wel... Dat kan, ja, dat kan, kan je ook duur komen te staan. Als je altijd zo bent. En dat was ik eigenlijk wel altijd ook een beetje. Ik ging er altijd vol voor, voor die patiënt. Dus, ja. dus dat is wel interessant. Maar ik denk dat het niet eens zo heftig hoeft te zijn qua verleden. Het kan ook gewoon zijn als een van je ouders weggaat of een scheiding of, of je vader verlaat je of je moeder verlaat je. Dat kan ook als afwijzing voelen. En ik denk echt dat kinderen een aantal dingen echt nodig hebben. En dat is gewoon van de ouders liefde, ja. verbinding en steun en veiligheid. En, en, en als daar wat van wegvalt, dan voel je dat gewoon als je emotioneel brein voelt dat als kind. Ja, zeker. En ik denk ook de, de, de grootste overcompenseerders, die hebben misschien wel de diepste uh, trauma's of de diepste kernovertuigingen. En ja. inderdaad, het kan ook een stuk milder zijn in de ja. zin van dat je wat extra aandacht krijgt op het moment dat je een hoger cijfer haalt. Precies. En, um, en ja, wat bij mij dus wel heel grappig is, ik ben dus ook ontzettend gaan uh, overcompenseren, mm -hmm. uh, ook vanuit een uh, hele instabiele jeugd. En waarin ik dus mezelf eigenlijk ook weggecijferd heb. En ook heb geleerd om eigenlijk heel erg in die please rol te gaan zitten. En uh, het grappige is, dus ik ben heel erg overcompenserend door dus juist hele hoge cijfers te halen. Dus dat dan twee masters met een negen afgesloten en ondersprogramma's en artikelen. En het was. Allemaal maar nooit goed genoeg. Dat is eigenlijk niet gezond ook, hè? Nee, nee, nee. Toen ik jou eigenlijk... leerde kennen, dacht ik ook bij mezelf... wat, wat is er aan de hand met jou? Joh? En dan ook nog even in Cambridge tussendoor... en dat ik echt dacht van je leeft zeven levens. Waarom doe je dit? Ja, dat is dus ook... omdat ik dus had geleerd van... Uh, nou ja, om, juist door die instabiliteit van vroeger... en doordat mijn vader is vertrokken... die heeft eigenlijk nooit meer naar me omgekeken. En nou, mijn moeder heeft heel lang in een overleefstand gezeten. Dus die was ook... Uh, had haar coping, die ook um, nou ja, nogal vermijdend was. Yeah. Dan heb ik drie oudere broers die boven me zitten die eigenlijk uh, nou, het hele huishouden overnemen die echt uh, oh, nou <laughs> gekke huis. Ja, <laughs> yeah. welcome to the jungle. <laughs> ja, een beetje chaos. En dan heb ik dan als jongste kind, als jongste kind en ja, ik denk altijd van ieder kind die heeft een beetje een superpower. En als je dan iets waarin je denkt van hey hierin ben ik misschien ietsjes anders of ietsjes ja, dat, dat, dat is gewoon een klein talentje, een on, onderontwikkeld talentje. En als je daar heel erg op gaat focussen, dan kan je daar iets mee bereiken. Ja. En voor de ene persoon is dat misschien dat diegene heel veel humor heeft, en de andere is dat hij makkelijk praat. En weer een andere is misschien dat je mooi kan piano spelen of mooi kan zingen. Dus ja. Ieder kind heeft een, klein, een soort van klein superpowertje. En mijn superpower als kind was dus dat ik makkelijk kon leren. Ja. Dus um, nou ik weet nog wel dat in groep zeven. dan had je zo'n rekentoets. en dan moest je dan in één minuut moest je zoveel mogelijk sommen maken. En dan stond de leraar daar zo van. Oh, ik heb nog nooit iemand gehad die dit zo snel doet. Ja. Dus die waren helemaal perplex. En ja. toen dacht ik van. oh, dit is misschien mijn superpower. Ja. En dan gedurende al die instabiliteit. en al die uh, nare dingen die gebeurden. en alle manieren waarop daarmee om werd gegaan. wat niet bepaald helpend voor mij dan precies ja. was. Toen kwam ik erachter van, oh, dit is mijn superpower. En toen kwam ik erachter van, hey, als ik me daarop focus... als ik gewoon heel erg hard mijn best ga doen... dan, en, nou ja, niet per, se, alleen, niet per se vanuit thuis dan zozeer... maar dan zijn leraren of mentoren of vriendinnen... die hebben zoiets van, wow, Aisha, wat knap. Uh, wat knap dat je deze studie gaat doen. Of wow, Aisha, wat knap dat je... Kom louder. Dus dan krijg ik eigenlijk mijn validatie... en mijn ja. waardering, die kreeg ik van hele andere hoeken. Ja. Wat dan eigenlijk voor mij ook een beetje verslavend voelde. Dat ik dacht zo van, oh, het voelt zo fijn om al die, uh, al die waardering te krijgen. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk alleen maar meer fuel was en een ja. vuurtje was Precies. om dan eigenlijk uh, nog harder te gaan werken. En, 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 en dat stopte eigenlijk niet. Dus ja. op ergens op een moment dacht ik dan van, uh, ja, weet je, ik doe nu uh, neuropsychologie. Als ik nou een, uh, een uh, begon eigenlijk met een minor biomedische wetenschappen... Dat ik dacht van, oh, dat is wel echt heel ingewikkeld. Daar mag ik gewoon een zes halen of een zeven halen, dat is goed genoeg. En dan haal je, je eerste punt haal je een acht of een acht en een half. En dan moest het opeens weer negen zijn, en dacht ik van jeetje. En dan dacht ik van oké, okay, nou hierna één wetenschappelijk artikel is genoeg. En dan nou, er werden er vijf. Dus eigenlijk het was nooit goed genoeg. Ja. Maar al die, um, al die waardering die je dan extern eigenlijk krijgt, dat, ja. dat was gewoon verslavend. En op een gegeven Precies. moment wordt het ook onderdeel van je identiteit bijna. Dat je denkt: zo van hé, hey, ik vind het zo belangrijk om die persoon te zijn die dan um, er bovenuit torent op academisch gebied, Terwijl je dan eigenlijk denkt van de hele reden dat ik zo ben gaan overcompenseren, is omdat ik gewoon uh, waardering wil. En ja. het ironische bij mij is dan ook dat ik dan, ik weet nog wel tijdens mijn diploma uitreiking, dan haalde ik, uh, nou dan had ik um, excellente prestaties, maar ik kan me alleen nog eigenlijk herinneren dat er heel veel spanning die dag was en dat ik me totaal niet gezien voelde. Ja. Dus mijn mentor die was super trots op me. Die dacht van, wow, wat je hebt gepresteerd. Twee masters met een negen en Cambridge en artikelen. Maar dat hebben we echt nog nooit gezien. En ja. ik weet alleen nog dat ik naar mijn familie keek... en er waren onderlinge spanningen... en dat ik me gewoon zo rot voelde. Ja. Omdat ik dacht van, oh, ik wil eigenlijk dat vandaag al mij draait. Precies. Ja, het is heel bijzonder inderdaad. En heel bizar tegelijkertijd. Want stel dat bijvoorbeeld jouw vader niet op zo'n manier weg was gegaan. En natuurlijk, het is altijd een samenspel. Het is nooit de een heeft alle schuld dan de ander. Maar stel dat dat allemaal gewoon goed ging... en jij gewoon de validatie kreeg van je beide ouders... van, hé, hey, IJsje, doet het supergoed... En, 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 en het is allemaal prima. Want eindstand, ik kan me ook voorstellen... dat bij zo'n echtscheiding, er gebeuren dingen... er ontstaat een dynamiek die, waar je niet voor kiest. Het wordt een beetje giftig op een duur. En, en ik kan me voorstellen, als zij gewoon bij elkaar bleven... liefdevol waren aan elkaar... dat jij wel de aandacht kreeg, de bevestiging kreeg... Voor, dat het genoeg was om de vierjarige IJsje te zijn... wie jij was op dat moment. Dat je dan niet... Zeg maar, zo'n route had bewandeld. Misschien dat je dan, uh, dan uh, weet ik, uh, ja, manager bij de Texaco werd, ik noem maar wat. En dat gewoon helemaal gezellig en leuk vond. Ja. En daar voldoening uit hield. Maar dat is zo interessant om te zien dat je omgeving. Zeg maar, we krijgen allemaal een brein. Maar de omgeving die vormt jouw brein uiteindelijk. En die vormt ook waar je passies zitten, waar je obsessies zitten, waar je. Waar je, je je doelen uit behaalt. Dus, dus je trauma is niet altijd iets slechts. Het kan er ook voor zorgen dat je bepaalde doelen of obsessies in een bepaalde hoek krijgt. En kan je heel veel succes opleveren. Maar aan het einde van de dag, als je eenmaal 30, 40 bent en je hebt, bent op de top, dan moet je jezelf wel afvragen, ben ik gelukkig of ben ik nog steeds aan het obsederen met waar ik naartoe wil. Ja. En, en, en dat is dus heel interessant om dan te kijken naar je kern van hé, hey, waar komt dat vandaan? En, en, en daarom hebben we dus ook dat kerntraject tot leven gebracht. Omdat je ziet het ook een beetje bij psychische klachten. Je behandelt een psychische klacht. Maar eindstand heel vaak zie je toch wel dat die op een of andere manier toch wel weer terugkomt. Op, misschien zich uit in een andere vorm. En dan is het toch echt wel de kunst van hey, om terug te gaan naar die kern van hé, hey, waar komt het nou vandaan? Of je nou hard werkt, of je depressief bent, of angstig bent, of onverklaarbare lichamelijke klachten hebt, waar komt dat nou vandaan? Waarom doet mijn brein dit? En dat kan je dus inderdaad, middels met zo'n kerntraject. Waarin je echt leert hoe je verleden is, hoe je breinpaden lopen, wat voor persoon je bent, wat je hebt meegemaakt. Dat komt er allemaal in terug. Kun je daarmee heel duidelijk een beeld krijgen van waarom je dat doet. En dan pas kan je er wat aan doen. Dus ik denk ook voor de luisteraar die thuis denkt: hé, hey, ik loop tegen psychische klachten aan. of tegen lichamelijke klachten aan, die ik niet begrijp. of waar ik heel lang last van heb. Uh, het kent er. Je kan dan ontzettend interessant zijn. En je kan er meer over lezen op christennaaischap.nl. Slash bellen. Ik zal de linkjes ook in de beschrijving zetten. En uh, daarin kun je, je inlezen. En uh, zo'n kentwerk kan er ontzettend helpend zijn. En kan zo, zelfs ook heel vaak klachten helen. In dat opzicht. Terugkomend op de vraag: ik werk, hard, ik werk te hard. Waarom doe ik dat? Hebben we daar een antwoord op gegeven? Nou, we hebben vooral heel veel over. Ja, ik denk, wel, over, uh, uh, ja, ja, e ik denk dat we wel een antwoord uh, hebben. Uh, ja, uh, dus. Stelt waar dat vandaan kan komen. Maar het komt echt van: Het komt bijna altijd van vroeger. Dus of omdat het. Werken in het hier en nu, die is, dat is gewoon heel erg belonend. Ja. En uh, we hebben denk ik vooral uitleg gegeven over de kernovertuigingen die ertoe maken dat je altijd geneigd bent om hard te werken. Mm -hmm. um, maar het kan natuurlijk ook in mildere mate zijn. En het kan ook bijvoorbeeld zijn een gebrek aan grenzen aangeven. Ja. Omdat je gewoon heel graag voor die ander wilt helpen, dat je heel graag wilt pleasen. Of dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen. Om, juist uit, het, ja, uit goedheid eigenlijk. Ja. Uh, en, en dat je daardoor verzandt in hard werken... omdat het moeilijk is om nee te zeggen en grenzen aan te geven. Ja, en die persoonlijkheidseigenschappen schammen ook weer uit het verleden. Dus ja. het is eigenlijk een beetje een soort van beloningssysteem... Die je, die, je, die je stimuleert met hard werken. En dat kan dus komen door trauma of door een gemis... wat eigenlijk ook indirect trauma is. En uh, alles eromheen, ja, persoonlijkheid en hoe je ouders waren, cetera, dat zit natuurlijk allemaal in dat verleden. Dus ik denk wel dat we een antwoord hebben gegeven erop. Ja, en anders <tus> willen we het graag. Ja, precies. <tus> Hebben we nog een tip van de week voordat we afsluiten? Um, ja, ik zit te denken, uh, hard werken. Nou, ga eens voor jezelf na van um, werk je hard. He, dus maak voor nou ja. jezelf een overzicht van hey, werk ik wel of niet hard. Wat is normaal? He, als ik ook naar collega's kijk, probeer voor jezelf een objectieve en subjectieve maat te vinden om te kijken of je wel daadwerkelijk hard werkt. En objectief kan het inderdaad zijn: van hé, hey, wat zijn het aantal uren op je contract? En hoeveel uur ben je daadwerkelijk bezig met werken? Maar probeer jezelf ook eens te vergelijken met andere mensen die in jouw positie zitten. Zit je dan bijvoorbeeld aan het gemiddelde? Of doe je toch net, gemiddeld gezien, toch net iets meer dan anderen om je heen? Mm -hmm. En probeer dan voor jezelf te bedenken: als dat zo is, inderdaad, dat gewoon objectief en subjectief gezien je te veel doet, van hé, hey, waar kan dat mee te maken hebben? En dan kan je dus wat. Op een vlakkiger niveau gaan kijken. Van hé, hey, dat kan te maken hebben met dat ik moeite heb met grenzen stellen. Of dat ik moeite vind om nee te zeggen. Of dat het eigenlijk het harde werken ook wel heel fijn of heel lekker voelt. Dus iets meer dat verslavingscircuit. En als je dat hebt achterhaald, probeer dan voor jezelf terug te gaan. van hé, hey, um, kan ik hier nog 1, vijf of tien jaar mee doorlopen? Is dat oké okay voor mij? Hou ik dat vol? Houdt mijn lichaam dat vol? Geeft je lichaam klachten op het moment dat je hard werkt? En als je conclusie is van, hé, hey, ik denk dat dit wel een probleem kan worden op de latere termijn. Ja, dan is het wel echt de kunst om aan jezelf toe te geven van hé, hey, misschien moet ik dan toch wel echt terug naar de kern. Ja. Als je te hard werkt. En als je lichaam ondertussen klachten geeft, dan is dat echt een signaal dat je daar dat niet nog jaren moet gaan doen. Want vroeg of laat, dan komen er dingen uit. Hè? En dat kan dan long covid zijn, dat kan een burn-out zijn, dat kan um, een, 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 een zwangerschap of moederschap zijn, dat je dan. Um, ja, hoe zeg je dat? Door de mand valt of ja. uh, opraakt, opbrandt? Ja, zeker. Ik denk uh, als je hoofd geen nee zegt, dan zegt je lichaam het op het dag wel. Ja, precies. Dus, en dat uit zich vaak in gradaties. Dus dat begint rustig met hoofdpijntjes, met beetje moe, beetje dit, beetje dat. En uh, dat kan zich ook uiten tot die mokerslag dat je er gewoon uitlegt met een burn-out. Dus uh, ik vind het een hele mooie tip van de week. En voor alle mensen die denken: van, ja, maar ik moet me niet aanstellen. Gooi dat stemmetje even weg als je deze opdracht doet. Kijk gewoon eventjes echt objectief van, hé, hey, werk ja. je te hard of niet? En, uh, en uh, ja, ik denk dat het een hele mooie zelfreflectievraag uh, is. Dus een uh, mooie opdracht, denk ik, voor de luisteraar. Zeker. Oké, okay, voor nu wil ik jou bedanken dat je natuurlijk weer aan tafel zat met mij. Ja, ook voor je kwetsbaarheid. Ja, graag gedaan. En jij natuurlijk ook voor je kwetsbaarheid. En uh, voor jou bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je het een leuke podcast gevonden hebben, laat dan vooral vijf sterretjes achter of de sterretjes die je denkt dat wij verdienen. En vergeet ook vooral niet te abonneren. Dat helpt ons om onze missie, om namelijk Nederland mentaal sterker te maken, om dat te vergroten. En het motiveert ons ook om gewoon door te gaan met deze podcast. Laat ons ook vooral weten van wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten. We lezen alle reacties en we kijken altijd mee en uh, ja, we komen graag met jullie in contact, of met jou dan althans. Dan zou ik zeggen voor nu tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.